komen aan op school. Maar daar hebben ze wel een hele vreemde nieuwe meester. Ja. Goed zo. En ja. Dit ga ik allemaal weggooien. Ik vind dit helemaal niet meer gezond. Snoep is veel gezonder. Jezus! Natuurlijk is snoepen best lekker, maar na een paar weken verplicht te moeten snoepen, hadden de leerlingen er toch wel genoeg van. Hier. Ach, kom op. Wanneer krijgen we één keer alsjeblieft eens fruit? Fruit? Nee, snoep is veel lekkerder. Wat jij ook zo'n beetje van de koek en snoep? Ja. Ja, bent u meester? Je bent geschorst, de klas uit! Met Sofane, ik sta hier bij de sluis. Ik ben geschorst omdat ik een tekening heb gemaakt. En onze meester deelt alleen maar snoep uit. Kan je komen? Jawel, kom maar aan. Oké. Doei. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Undercover in Nederland. Vandaag ga ik een kijkje nemen bij de sluis, want er gebeuren hier gekke dingen. Ik heb me ondertussen verkleed, want ze mogen niet weten dat ik Alberto Stegeman ben. We gaan een kijkje nemen. Dit kan echt niet meer. Wil je niet maar chips of zo? Nee! U ziet het, hier moeten we nu echt wat aan doen. Er is een probleem, wil je even komen? Ja, dat is goed. Zeker, ik kom er zo aan. Dank je Rob, je bent mijn beste vriend. Voor jou zal ik er altijd zijn, Alberto. Hé, hey, je bent er, kom, dan gaan we gelijk. Rob Geus stapte samen met Alberto Stegeman de klas in. Wat hij daar tegenkwam, vond hij echt verschrikkelijk. Meneer, wat heeft dit betekenen? Dit is toch niet goed? U geeft alle kinderen maar ongezond eten. Voor mij is alles goed.
Nou, meester, hier word ik niet vrolijk van. Maar jij bent zijn vader, maar wie bent u? Ik ben Alberto Steegman. Huh? Nou, best wel eens een keer snoepen. Maar de kinderen hebben wel recht op gezond voedsel. Ja, u hebt gelijk. Maar en hoe gaan we en nu verder dan? Ik denk dat de meester een passende straf verdient. Ja, een maand lang trakteren op fruit. Yeah! De meester kreeg zijn welverdiende straf en deelde een maand lang alleen maar fruit uit. De meester werd nog extra gestraft, want tijdens het fruit eten kijken ze met z'n allen de aflevering terug van Undercover in Nederland. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van...